Nou jongens, het is eindelijk zover. We gaan het eindelijk een keertje filmen. Weerwolven van Wakkerdam. Disney editie. En ik ben Mushu. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale video van Weerwolven van Wakkerdam. Ik ga niet te veel uitleggen, jullie zien het van eigenlijk wel. Als we dus gaan spelen, komen boven in beeld namelijk onze Disney karakters. En aan de onderkant de kaarten wat ze zijn. En tekst en uitleg wat ze zijn tijdens het spel. Veel plezier, ik geef de camera door aan en ik ben verteller, dus ik ga gelijk door met vertellen. Film jezelf eens. Goedemiddag, goedemiddag. Hoi, ik ben Gaston. Ik hou een camera vast. I'm the king of Disney! Oh boy! Oh boy! We hebben een Mickey! Oh boy. I'm wondering why the rum is always gone, Sammy. Nou, dat is echt zo'n grappig! Captain Jack Sparrow! I'm already annoyed that Jack Sparrow is here, so I'm a poser. Are you still angry about the shipmate? Oh, give me a ship back. It's my ship. Okay, Captain Barbosa. Hello, I'm Jack Skellington, the Pumpkin King. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Halloween. Oh, ik heb er al zin in. Ik ben Mulan. Mulan? Mulan. Hey Mulan, wat leuk om je te zien. Daar ben ik blij mee. Ben je nog steeds gezellig bezig, China aan het redden. Ah, mijn kleine meisje wordt groot. Oh, sorry, Dory hebben we al. Oh. Klopt, in de vorige ronde, dus ja. Nemo. Ik ben Nemo. Helemaal geweldig. Dus Dory en Nemo, vind ik wel gezellig eigenlijk. Sup, Doris, what's up? How are you doing? Stitch. I have Waddles. Oh, jij bent Waddles? Nee, dit is Waddles. Dat is Waddles. Ik ben Soos. Ja, sorry, jij bent Soos. Soos. Je klinkt als Stitch. Dirt. Lager, weet je nog? Lager. Harder. Stitch, lager. Oké, Soos. Even editor, even gum, Soos. En dit is onze Mew. En dat is onze camera support. Vind je dat goed om camera support te zijn? Ja. Oké, dan geef ik de camera verder even aan jou. Want dan ga ik daar kaartjes uitdelen. Dus ik heb camera support. Je vergeet iemand. Oh, ik vergeet, sorry. Hoi, sorry. Kom in. Ja, je hebt gewoon gelijk mijn kastan. Dus, ja. I'm going to poop. Can I have some more honey? Nee, dat is op. Je krijgt eigenlijk een kaartje. Het is gewoon je smoel. Nou, zoals ik al zei, ik ben de verteller, ik ben Mushu, ik ben bijna helemaal tussen een god, maar ik ben nog steeds Guardian. Tenminste, dat hoop ik. Dus ik ga een kaartje uitdelen. Hoi, ik moet wel eentje stellen, want ik heb hier nog kaartje in mijn klauwen. Dus even kijken, 2, 4, 6, 8, 9. 10. 11 kaartjes. Ik hou van mijn camera. Nou ja, eigenlijk van degene die de camera vasthoudt, want ik weet niet, die heeft die hele mooie Eevee daar gemaakt, dus er waren geen vragen, alles was duidelijk. Ah nee, alles is goed. Het ziet er nog mooi blauw uit vandaag. Ik hou van een visje. I know what I'm gonna ask. Ah, something is fishy today. Barbecue, je weet wel. Fish sticks. Hè? Chuckje gebruiken of... Oh nee, gewoon laten liggen. Dat maakt echt niet zo veel uit. Ik moet namelijk zelf zien welke rol dat erover blijft. Moet je improviseren. Dankjewel, Mew. Oké, ik heb de knietjes voor je. Neemt jij. Hier is een kaart. Alsjeblieft, joh. Succes ermee. Shut up. Bedankt. How dare you make my friend so disrespectful? Hey, rustig aan, niet zo snel. Wat is er met je oren? Ben je een beetje duivels geworden? Kom je een beetje mij te lijken? Je hebt groot gelijk. Everything is better than Jack Sparrow. Ah, kom op, die mag je aanpakken. Maar alsjeblieft, vergeet niet mijn rol, want echt serieus, ik probeer je. Je mag je rol niet vergeten. En kijk uit, zo kunnen mensen onder het kaartje kijken. Oké, nou, dan gaan wij dus beginnen. Dit is eigenlijk simpel. Iedereen houdt gewoon snack, ik ga gewoon slapen. Ik hou van dit spel. Zo gaat de eerste ronde. Eerste ronde, iedereen slaapt. Iedereen slaapt. Oh ja, burgemeester. Laat maar jongens, sorry. Burgemeesterschap, word maar weer wakker, was een heel kort dutje. Wie vond zich geroepen om burgemeester te worden? Ga staan! Begin aan jou. Waarom wil jij burgemeester worden? Ja, je krijgt een kaartje nog niet, zeg! Nou. Wil je wat zeggen, Waddles?
eigenlijk really dirt. I just want money. Nou, ik vind dit een beetje te vredige plek. Laten we wat meer gaan jagen. Serieus. Vissen en dergelijke. Wait, kill him! What are you... No, I still need some salt. Jongens, alleen even de burgemeester antwoorden, alsjeblieft. Volgende. As the pumpkin king, it's only natural that I take on a leading role. So please, put your trust in me, and I will make sure we will never have a debacle like last Christmas again. Oké, nou, dat was helemaal geweldig. Oké, iedereen gaat zitten. Zit! Hè? Waarom stond? Want kijk hoe mooi dat jij bent, lieverd. Welke vond jij gelijk de mooiste die stond? Daar mag je dan ook op wijzen. Dus ik wil dat iedereen eventjes de hand in de lucht klopt. En bij drie, wijst naar degene die net stonden. Want anders snapt ons visje het niet meer. Dus ik ga al eventjes mooi uit de cirkel staan. En 1, 2, 3, stem! 1, 2, Jack Skellington. De captain Jack Skellington ziet er al 3. 4 zelfs. 4 dit. Oh, thank you very much. Stop met mijn wijs, lieve. I will not disappoint you again. Nou, alsjeblieft, waarom alsjeblieft je kleding voor slapen? I will. Is that your heart to close my eyes? Shut up. Oh, dat alles vaak op YouTube erbij voor. Oké, nou iedereen die gaat weer slapen. Ik wil niks zien. Geen spiegel ook, je ziet helemaal niks. Behalve als je te zien bent en je mag wakker worden wanneer ik het zeg. Wanneer dat ik het zeg. Dus ik wil dat iedereen nou nog heel eventjes gaat slapen. Ik begin te zien het nou wel, ik weet het niet. Nee, ik heb liever eigenlijk tot Cupido begint. Dus ik wil tot iedereen blijft slapen, behalve Cupido. Cupido, waar ben jij Cupido? Cupido, ik wil dat jij heel erg leuk met twee mensen gaat wezen. En ik dus inderdaad het lievelingsstemmetje kan worden. Please, only connect me to my... Ik wil dat je stil bent als je slaapt, dank je. Iedereen moet stil zijn. Ook al slaap je je ogen open, alles is stil. Want dat is belangrijk. Goed. Ik ga nu vanuit het midden zeggen dat ik het verliefde stelletje eventjes een diepe hoofd geef. En mogen elkaar niet in de oogjes gaan kijken. Ze zijn zo verliefd op elkaar. And can you feel the love tonight? Ik niet, ik ga maar slapen. Je mag dadelijk de volgende ronde meedoen. Misschien mag je camera support. Zorg voor de Eevees. Wees lief voor ze. Helemaal goed. Nou, ondertussen wordt nu ons alzienend oog wakker. Oh, ik zie wat jij niet ziet. En ik zie dat je lelijk bent. Maar ja, wie is ook zo nog meer lelijk? Laat het eventjes zien. Ik ga heel eventjes op zoek te staan. Nou, ik weet ondertussen voldoende. Ik ga heel eventjes een verwarring zijn door hier en daar een kaartje op te tillen. En het juiste kaartje laat ik van heren zien. Dat is bij deze gedaan. Goh, wat doe ik het goed. Na ons alzienend oog wordt onze sled wakker. Ik weet dat met taalgebruik, ja, sorry, zo heet het eenmaal in dit spel. De sled. Verdamme. Nou ja, wie is de gelukkige waar dat onze sled op bezoek gaat? Oké, nou, dat wordt leuk om te onthouden. Verdurrie. Nou, de sled wordt onze slechterikje zwakker. Worden onze slechterikjes wakker? Mooi! Slechterikjes, wie is volgens jullie de eerste keer de zwakste schakel? The sun is shining! Oké, dat moet ik echt niet pakken. Serieus? En iedereen gaat weer slapen, denk ik. Mooi! Oké, nou, ondertussen wordt onze heks wakker. Oké, wat een lillekert. De heks ziet bloedsporen. Gaan we die redden? Ja of nee? Gebruik je tweede drankje om iemand eventjes mysterieus te laten verdwijnen? En op wie? Dat weet ik voldoende. Ga maar weer slapen.
En iedereen mag gelijk weer wakker worden. Ja, die heks die baalt als een stek, want die denkt bij zijn van... Godverdomme, ik ben wakker geworden. En daarna moet ik weer... Of moet ik eerst wakker worden, dan slapen, dan weer wakker worden. Ik ga naar de dooien. Want ik zei al, in de nacht, jullie horen mij in jullie hoofd. Hé, hey, ik ben een guardian, natuurlijk hoor je erbij. Wie is er dood? Wie is er dood? Waddles, want ik wil barbecuen. Nee, jij leeft nog, maar Waddles niet meer. Oké, vooruit dan, er is niemand dood. Wil ik mee even woord gaan naar jou? Now, as Pumpkin King, of course, have very keen hearing. I was able to hear that nobody next to me was actually moving this night during the round of the witch or the werewolves, which is lovely, so I don't have any monsters for neighbors. Also, I do have a very strong hunch that our Dory doesn't remember at night what she did because she was actually sleeping and not eating people. Which is also a very nasty thing to do, of course, except in the village of, I forgot what my village was called. Darn it! Villager number 20. Of course, Halloween, it's very normal to eat your neighbor. I don't condone it, actually, but not for you to do it. It's good when people from Halloween do it, because they're actually monsters and they can eat people. I actually don't really think that anyone is, as of yet, suspect in my eyes. I have not been able to find anyone suspect. I do would like to ask Dory. Oh, what is that? I do have to say that I truly like... Oké, dit duurt een beetje veel te lang, die speech. Burgemeester, wil je het doen? Ja, nee, heb ik bedacht, alsjeblieft. Geen verdachte, ik wil graag liever nog niks doen. Oké, wie is het met onze burgemeester? Trouwens, zijn er nog andere mensen die denken van, nou... Ik zou eventjes als Villager inderdaad binnenkomen, zo van... Hallo, hey, it's me, you're something tonight. Zoiets als dat. Het enige wat ik weet, ik wil me jagen en je wordt veel te weinig gejaagd. Nou, hoe wil je jagen dan? Nou ja, we hebben een beer die misschien best wel lekker is. Nou ja, dat varkentje was ook misschien wel fijn op de barbecue. Maar die wordt beschermd door iemand, dus... Nee, Kaston, dus jij wil ook knuffelen. Dat klinkt heerlijk toch? Ik heb geen honing, maar wel rum. Nee, zo blijf van die rum af. Oké, laat ik het zo zeggen. We gaan het samenvatten. Wie is het eens met de burgemeester en gebeurt er vanavond niks? Handen omhoog. Dat is al de meerderheid. Hoef ik dus niet te vragen wie het er niet mee eens is. Goed zo. Dat schiet op. Nou, ik hoop dat jullie goed hebben opgelet hoe en wat er gebeurde deze dag, want jullie mogen nu gaan slapen om erover na te denken. Dus ga slapen. Dat geldt ook voor jou, blauwe bakvis. Jij zo, je weet dat je moet slapen. Ook dicht en niet meer open doen. Goed zo. Oké, als eerste gaat dan wakker worden onze kijker. Onze kijkertjes voor YouTube. Oké, zie er. Wie wil jij zien? Dat is een hele workout voor mij, joh. Zo, verwarring bieden. Niet echt wel te prettig. Goed, slettenbak. Jouw beurt. Baby. Ga jij nou weer koffie drinken? Dan gaan we weer slapen dan. Oké, dan worden we onze slechteriken wakker. Slechteriken! Wat gaan we doen? Alrighty then! Ik moet geen echte Jim Carrey impressions doen, dat gaat fout! Goed, gaan we weer slapen, slechteriken! Slechteriken gaan we weer slapen en dan ondertussen ga ik dus vragen aan onze heks om heel eventjes wakker te worden. Oké! Lillekebakkes! Er is weer bloed voor gewonnen! Gebruik je drankje des levens! Denk maar eens na! Tijd is op!
gebruik je nu een drankje des doods? En op wie? Als die ding mogen de kabels schoonmaken. Ja, hoeft niet. En we komen dadelijk al je moet heel even in de cirkel gaan staan. Oké, dan gaan we weer slapen. Om vervolgens weer wakker te worden. Dermot heeft hier rondleven. Oh, onze heks, ik vind het zo erg. Oh. Ik zou maar moeten gaan slapen om weer gelijk 5 seconden later wakker te worden. Goed, ik ga er niet touwtjes omheen en dromen. Er zijn bloedsporen gevonden. Veel bloedsporen gevonden. Ik was er niet. Nou. Ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk. Dat vind jij altijd. Wil jij ze niet veel even de gaten houden in de wakkerheid? Van bakvis! Mag je ook niet open doen? Ik ben vergeten dat ze moesten sluiten. Dank je. Er zijn namelijk dooien gevallen. Dus dit is heel belangrijk om te zien. Ja, sorry, ik moet toch weer bij jou komen. Boy! Ja? Wat was jij? De jaar, voordat jij gaat beginnen. Jij bent niet de enige namelijk die dood is gegaan. Er is nog iets gebeurd vannacht. Helaas. Wat was jij? Cupido. Maar, voordat jij weer gaat naar jouw rol, wat gebeurt er nog meer? Oké, dan gaan we nou naar de jager. Jager, wie schiet jij neer? Mulan. Mulan! Ja, er wordt op jou geschoten. Waarom? Waarom ben jij nog in één geschoten? Wat heb je gedaan? Laat zien! He isn't the man! Oké, zeg je, onze relatie is open! Ik ga jou echt niet meer helpen! Wat zijn de problemen? Komt ik ze zoek je maar uit! Ik ben niet meer jouw guardian! Vlog uit, zeg maar! Nee, ik ben er klaar mee! Zoek maar uit! As mayor, I would like to apologize for not hearing her move first, but I do have to say that I wanted to share my role. I am the seer, and I have seen that our lovely friend Gaston is a monster once again! What? Not a monster! He's obviously mentally deranged! Also, he eats people in the night, so he's quite clearly a monster. He has a nice little reddish card. Oh really, I'm the witch! No werewolf. Witch. I call on your name. Then burn her! Burn her! Wow, this is actually starting to look like a soap series. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Nou, ga verder. Ik weet niet die bal. Wat is het popcorn? That is my stance. At this time. And also, don't treat my friend so shamefully. Don't call her. I actually put shamefully. Seriously. You call her a buckfish. Yes, he's not waking up. Seriously, do you know how annoying it is? At first, I have to back a monster as well. I knew. So shut up. You're old bone. She has issues. Don't argue with me. I'm the master of this game. Shut up, you. Go. Chill down. Still, do not trust Gaston. Well, that is my point to you. And it has been made. And Gaston says. And I don't trust you. Well, I don't trust Gaston because he wanted to eat my little. Ik ga heel even kort samenvatten, want er is veel gebeurd deze ronde. Namelijk veel dooien, dat komt dezelfde teken. Even een korte samenvatting. Jack Skeleton, onze burgemeester, zegt dat hij dus de ziener is. En Gaston die vertrouwt. Gaston zegt er tegen van, wat een lulkoek. Ik ben een heks. Waarop dat hij naast wordt gezegd. Ik zeg dat hij liegt, want ik ben de heks. Dat is er gebeurd. Burgemeester, wat is jouw plan op actie? En die streep ik stel voor dat wij met z'n allen Gaston gaan verbranden. Of onthoofden, vier aan delen, of allemaal tegelijk. Zijn er nog andere verdenkingen? Met je huidkleding. Nou, dat is niks. Dan, wie is het er met de burgemeester eens? Jij bent het ermee eens. De burgemeester heeft je handje omhoog natuurlijk, want je bent met jezelf niet eens. Zijn er maar twee? Is het niemand anders met mij eens om ons te verlossen van dit kwaad van Gaston? Nou zijn het er vier. Ja. Ja.
5! Ja, dat is de meerderheid. Nou, in plaats van dit dus een valk op het vlees daar op de brandstapel met gegooid. Maar jij hebt de brandstapel gegooid. No! Get hem! Ik heb jullie beschermd van het kwaad! En daarmee kan ik jullie vertellen dat dit het kortste potje is wat ik ooit heb gedaan! Mooi, dat kan ik niet doen! Wauw! What the hell? Namelijk, op het moment dat ik bezig was met de kaartjes en twee kaartjes overhield, kwam ik erachter dat ik één weerwolf erover had en een jager. Toen heb ik geschud, eerst een kaartje gepakt, keek wat ik overhield en het was een weerwolf. Dus we hadden er maar twee deze ronde. En dan zou ik eventjes vertellen waarom dat onze slet net niet doodging, want die was bij jou op bezoek. Maar die is niet doodgegaan. In verband met dat een weerwolf in beeld zou betalen. Maar dat een potion op jou gegooid was door onze ex. Sorry. Je bent vrij naar mij. Dat dacht ik al. I'll give you one jar of honey. Just give me my black pearl. En hij had inderdaad gezien. Waardoor dat ik wist, hij heeft jou gezien. Er is kans dat er nog maar twee weerwolven zijn. Weer eentje minder was in het voordeel, dus hij trekt zijn mond open. Ja, en ik wist dat de kans heel klein was dat ik het zou redden, maar ik ging het toch proberen. Ik geef je groot gelijk, maar hij lulde jou weer vast om te zeggen van... Want ja, kippie, dan kon je niet meer zeggen. En jager kon je ook niet meer zeggen. Ik heb een keertje iemand zo verbluft door te zeggen dat ik een valse rol was, dat hij gewoon niet meer wist wat hij moest zeggen. En daardoor vertrouwde iemand iedereen mij. Maar ja, jij ging er direct tegenin, dus ja, dan valt daar... Ja, natuurlijk! Iedereen mag was ik toch wel verrast. Wat was ik toch wel verrast dat het eigenlijk zo twijfel was. Jij hebt het overleefd, dat gaan we helemaal niet doen. Hé! Hey. Hey. Mag jij nog die kaartje omdraaien? Kan dat? Ja! Ja, dat kan. Jij mag die kaartje ook nog omdraaien. Zeus! En Slettenbak, bij wie ben je allemaal op bezoek geweest? Ben je blijft nog maar even filmen. Ja, ik ben daar in een hoek gebleven de hele tijd. Ja, dat weet ik. Je hebt even voor Soes. Je moet een beetje zo pakken. Soes plan een beetje zo. How dare you accuse my friend so shamefully? I'll just die already again. Nou, in ieder geval, dit was Weerwolven van Wakkerdam. Hier op Abonai op de tweede dag wat we gehad hebben. Ik maak hier een aparte video van. Ik was Mushu, jullie vertellen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Wat was jouw favoriete karakter? Laat het weten in de reacties als je daar een tijd voor hebt. En natuurlijk, doe je duimpje omhoog. Ik heb geen duimpjes, dus ik vraag het aan jullie als je daar tijd voor hebt. Dat zou natuurlijk erg fijn zijn. En nou even in gewone stem, eventjes een like. Normaal gevraagd, als je er de tijd voor hebt. Maar ik vraag nu een like voor al deze geweldige deelnemers van Weerwolven van Wakkerdam die echt een geweldig potje voor deze video hebben. Dit ging heel erg leuk. En dan ga ik Danny mee, maar hij mag toch even. Hij heeft Eevee, dus er komt van Eevee. Maar... En natuurlijk onze cameravrouw, die dus de camera vasthield. En dus alles heeft gefilmd. En dan bedankt voor. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Tot dan! Doei! Willen jullie ook nog even doen zeggen? Doei!